In goed Fries is dat volgens mij Dankjewol voor dit beteor. Muziek nu. Het nummer Gaia stond wekenlang aan de top van de hitlijst. In de vakpers werd het omschreven als de meest geniale plaat van 1993. Het lied werd gezongen, gecomponeerd en ook nog gearrangeerd door een heel apart talent, van wie voordien nog praktisch niemand ooit gehoord had. Hij heet Valencia. 22 jaar geleden werd hij geboren in Den Haag, een virtuoos multi-instrumentalist. Vroeger was hij vaak in Valencia en daar komt zijn naam vandaan. Op zijn zevende al schreef hij zijn eigen liedjes en zong die op de Spaanse stranden. Daar was hij een bekende verschijning. Zijn muziek laat zich moeilijk in een hokje plaatsen. Het is heel onorthodox en misschien juist daarom werd die eerste plaat meteen zo'n enorm succes. En wat zien we nu? De halve wereld is wakker geworden en heeft belangstelling voor Valencia. Daarom werd er een videoclip opgenomen, de allerduurste ooit voor een Nederlandse artiest gemaakt. Fragmenten uit die inderdaad waanzinnige clip ziet u als hij nog één keer vanavond bij ons zingt. Gaia, hier is Valencia. Valencia! Jarenlang was hij zo ongeveer spoorloos en opeens zag je hem weer overal.